Na verschillende theaterstukken en tv-rollen sleept ze nu de hoofdrol in de wacht in de boekverfilming Kom hier dat ik u kus. Cinefox. We hebben een date met actrice Tanja Zabarillo. We zijn hier vandaag in De Single in Antwerpen. Een plek waar heel veel kunstvormen samenkomen. Theater, muziek. Want mijn lievelingsfilms die draaien bijna allemaal rond muziek. En wat is je favoriete muziekfilm dan? Mijn favoriete muziekfilm is heel cliché, maar toch waar. The Sound of Music met Julie Andrews. Heb je ook een favoriete Disneyfilm? Ja, favoriete Disneyfilm is Mary Poppins, ook met Julie Andrews in de hoofdrol. Is er een actrice die jou heeft geïnspireerd? Ik was heel erg overdonderd door Meryl Streep in Postcards from the Edge, een film die ze samenspeelt met Shirley MacLaine. Ook over muziek, ze is een actrice die ook zingt. Prachtige film. Welk personage zou je willen zijn? Ik denk Amélie Poulain, gewoon omdat ze ook een supermooi huis heeft. Is er een scène die je by heart kent? But mom, I want to sing. Singing does not put food on the table. Singing does not pay the rent. Sister Act. En een liedje uit Sister Act? Joyful, joyful Lord, we adore thee. Tot daar. Heb je ook een favoriete Vlaamse film? Dagen zonder lief van Felix van Groeningen. Een soort 90s, zomerse, melancholische vibe in Sint-Niklaas. En een favoriete Vlaamse scène? Ik vind de meest indrukwekkende scène uit Home van Fien Troch, tussen de moeder en de zoon. Iedereen die de film gezien heeft, die gaat zeker weten welke scène ik bedoel. Wat is jouw volgende film? Mijn volgende film is Kom hier dat ik u kus, naar het boek van Griet Op de Beek. Dat is verfilmd door Sabine Lubbebakker en Niels van Koevoorde. En ik speel daarin de hoofdrol van Mona. Cinefox.